We zijn vandaag aanwezig bij het topduel van de bovenste plank. Straks live zien of ze deze wedstrijd naar zich toe kunnen trekken. Hartelijk welkom allemaal. We zijn vandaag te vinden op Old Trafford. De sfeer, ja, die zit er al heel goed in. Het commentaar bij deze wedstrijd krijgt u, zoals altijd, van mij. Ik ben Siert. En naast me zit Jeroen. En het is Premier League voetbal. Die moet erin. Daar is de 1-0. Wat een doelpunt. Lekker vroeg ook. We zitten net op onze plaats. De verdediger totaal het bos ingestuurd. Ja, die actie was gewoon perfect uitgevoerd. Ja, en zo'n kans kun je wel aan deze speler overlaten. Van dichtbij gaat de bal erin. Prima gedaan. We vervolgen het duel. En dan ben ik benieuwd hoe de Spurs reageren. Plek om hem af te pakken. Oh, nuttig. Anthony. Kijk, Manchester United benut de ruimte. En rukt nu op over de vleugel. Oh, kans voor korte afstand. Bang, die bal kaatst terug naar de paal. Lekker doelpunt. De bal kwam eerst terug van het aluminium en dan moet je bliksemsnel reageren. Heel knap dat je dan ook de rust bewaart en hem er toch in legt. Bal bij Manchester United. En dan nu een mogelijkheid tot een snelle uitbraak. Korte schietkans. En met dat doelpunt is het verschil nu 3. 3! Haha, wat een luxe zeg! Hier komt de speler alleen voor de keeper. En dan valt de keuze op een hard schot in plaats van een passeeractie. En ik denk dat dit een hele goede keuze is. Die bal die vliegt er natuurlijk heerlijk in. We gaan weer door. Manchester United lijkt nog niet klaar met scoren. Ryan Sessegnon. Richarlison. Hij onderschept deze paas. Dan Garnacho. Ja, die moet erin. Hij zit. En zo vergroot hij de voorsprong tot 4 treffers. En die kans wordt netjes afgemaakt hoor. Van dichtbij gescoord, precies op de juiste plek staan, dat is de kunst. We gaan verder met een afgetekende score. 4 tegen 0. Richarlison. Bal aan de voeten uitbraak. Ja, tegengehouden hoor, voor de keeper. Martial. En dan Garnacho. En daar gaat hij voor de uitbraak. Op de brommer lijkt het wel. En dan Richarlison. Komt er een doelpunt aan. En de bal ligt in het net. Dit is nog eens toeslaan vanuit de tegenaanval.
Een mes scherpe counter. Maar de doelman gaat hier natuurlijk niet vrij uit. In zo'n situatie mag de bal nooit in de korte hoek verdwijnen. Hij laat zich eigenlijk gewoon foppen. We trappen af met een score van 4 tegen 1. Anthony krijgt de ruimte op de vleugel. Gaat met de bal richting het centrum. En hij scoort niet eenmaal, maar dit is 2. Ze hebben hun handen vol aan hem. Een prachtige solo ging eraan vooraf. En de afronding is om je vingers bij af te likken. Ja, als je ze eerst goed gewassen hebt, je handen. Mooie goal, Jeroen, toch of niet? Absoluut, Siert. De individuele klasse druipt ervan af. Kan niet anders zeggen. Fantastische treffer. 5-1. En we voetballen weer verder. Skip. Lo Celso. En dan Richarlison. Sterke actie. Giovanni Lo Celso. Raakt hem hier kwijt. Oh, wat een kans. Doelpunt nummer 3 van hem. En dan noemen we dat een hat-trick. Ja, dat is de hat-trick. Dus de wedstrijdbal mag na afloop mee naar huis. En laten we eerlijk zijn, Siert, het is verdiend hoor. Hij is de hele wedstrijd een plaag voor die verdediging. We gaan verder spelen. En de stand is 6-1. Hij blijft maar gaan met die bal. Die gaat er mooi in, zeg. Echt heel sterk gespeeld. Je moet het maar doen. Onder die druk van die verdediger uitkomen. Nou, dat is een prestatie op zich. En als je hem dan ook nog afrondt, is dat heel, heel, heel goed gedaan. Wat een score, zeg. 6-2. Saai is het niet. Anthony. Hij gaat verder. Ja, koekoek. Hé, hey, deze voorbij. Een onvervalste hat-trick. Dan ben je een goeie, hoor. Ah, ongelooflijk, ziet. Hij legt ze er allemaal in. Een kans, een goal. De verdediging maakt geen schijn van kans. Niets aan te merken op deze treffer. Werkelijk onberispelijk gedaan. Dan alleen op de keeper af, niet aarzelt en de bal heel hard en zuiver in het netje legt. Overtuigend gedaan. Heerlijk toch, al die doelpunten. Eén team is duidelijk de baas. Richarlison. En dan Richarlison. Bal veroverd in de 16. Wan-Bissaka. Mount met de bal. Wow. Hij levert hem zo in bij de tegenstander. Slecht gespeeld. De speler krijgt hulp. Dat moet toch lukken, deze bal. En prima gered. Werkt de bal naast de goal. Fantastische redding, hoor. Dit kan een moment zijn voor een counter. Goede tackle op de eigen helft. De bal is weer in bezit. Richarlison. En met de bal aan de voeten uitbraken. Keeper bokst de bal weg.
schot voor Tottenham. Hoekschop komt voor. Giovanni Lo Celso. Mooi, langs de tegenstander. Hij neemt het schot. Redding. De keeper doet er niet aan mee. Hij vindt dat hij genoeg heeft gescoord. We zien de volgende wel. Vanaf die positie is een counter mogelijk. En nog werd hij hem te missen. En dat te betekenen dat er niet eens een keeper in het doel staat, zie je. Celso. Richarlison naar de bal. Ja, er zit een beetje ruimte op de flank voor Tottenham Hotspur. Aanval onreglementair, abrupt beëindigd. En ik denk dat hij daarvoor geel gaat krijgen. En hij grijpt naar een kaart. Geel. Zeilt de 16 in. I am sailing. Ja, goed hoor. Snel druk gezet. Goed gestopt, zeg. Geweldige verdedigende actie. Anthony. Ja, en dat is een schot vanaf de parkeerplaats. Die bal was niet te missen. De keeper was even een straatje om. En die zit. Waar is de doelman? Niet in het doel zo te zien. Dus die bal gaat er zonder problemen in. Ja, zo'n kans. Die mag je natuurlijk niet meer missen. En al in de eerste helft hebben ze een zeer comfortabele voorsprong opgebouwd. Uiteindelijk best een lastige bal voor de keeper. Gaat met de bal richting het centrum. Oh, en ook die zit! Haha, jongens, ze blijven maar scoren. Waar? Ja, waar gaat dit eindigen? Nou ja, na 90 minuten ga ik naar huis. Indrukwekkend hoor, wat een heerlijke trap. Zo hard geschoten. Hij neemt de bal prachtig op zijn schoen. Een doelpuntrijke wedstrijd waarin één ploeg duidelijk het verschil maakt. Kan het doelpunt worden? Nee, zonde. Hij raakt hem iets te hard, denk ik. De volgende keer met wat meer rust afwerken. Zeker van deze afstand. Anthony. Hij is op de bal gezet. Manchester United is de bal kwijt.
scheidsrechter laat het spel doorgaan naar de overtreding op een Tottenham-speler. De vierde official geeft aan dat we 5 minuten extra speeltijd krijgen. Prachtig, hè? Garnacho. Redding, het spel gaat verder. Kijk eens hoe goed hij het hoofd erbij houdt en dan pakt hij ook deze inzet. Oh, wat was die eerste redding knap gedaan, zeg. Heerlijk werk van de keeper. Dit is niet best van de keeper. Dat zag het dreigend uit. Niet tussen de palen, net niet, helaas. En nu heeft de scheidsrechter de gelegenheid om hem alsnog die gele kaart te geven. Ik zweer het je, die speler die hoopte stiekem dat hij het vergeten was. Maar niet dus. Vrijtrap voor Manchester United. En zo pakt hij flink wat meters met de bal. Inzet. Geblokkeerd. Hij keert dat schot. Corner voor het doel gebracht. Goede ingreep van de keeper. De schot wordt goed geblokt. Pauze op Old Trafford. Spinner zit lekker in de wedstrijd, hoor. Hij weet van geen ophouden. Hij blijft het doel van de tegenstander maar bestoken. De tweede helft. En we hebben afgetrapt. Scheidsrechter, wat ga je doen? Ik zou het wel weten, hoor. Ik zou hem hiervoor geel geven. Geel voor die overtreding. Nou, dat was een flinke, hoor. Spurs hebben de bal. Hij verslaat zijn tegenstander. Hij snijdt naar binnen met de bal. Als hij de bal maar niet snijdt, is die lekker. Beide teams nemen hun stellingen in. Op het eerste gezicht, ook zonder doellijntechnologie, vond ik dit geen doelpunt. Maar dat is natuurlijk niet altijd even duidelijk. Nou, iedereen kon toch zien dat hij niet over de lijn was. Ook al claimden die spitsen van wel. Ja, die doen er natuurlijk alles aan om de scheidsrechter op andere gedachten te brengen. Met Son. Een fantastisch doel. We gaan even voor staan. Even klappen. Het is echt een geweldige goal. Ja, wat we hier zien, dat zijn geen verdedigers. Dat zijn toeschouwers. Moet je kijken hoe makkelijk de bal in het 16 meter gebied kan worden ontvangen. Er is alle gelegenheid om in te grijpen. Maar iedereen staat eigenlijk gewoon te kijken hoe die bal wordt binnengewerkt. Dit is de zoveelste aftrap. Beide teams blijven maar doelpunten maken. Kan Manchester United hier profiteren van die ruimte op de vleugel? Wat een mooi doelpunt! Nogmaals, die geweldige individuele actie. Prachtig, hoor. En dan ook nog de concentratie hebben om het gedecideerd af te ronden. Deze goal gaan we nog vaker terugzien. Wat een doelpuntenfestijn, zeg. We hebben niks te klagen. Kulusevski. Door naar Romero.
Lo Celso. De bal wordt voorgegeven. Onana ertussen, maar blijf opletten. En de herkansing gaat er wel in, de hoe heet dat ook alweer, de rebound. Ja, die keeper heeft er alles aan gedaan, maar moest uiteindelijk buigen. Ah, jammer hoor, goed op prijs. Ja, het is aanvankelijk natuurlijk een uitstekende redding, niets op aan te merken, maar dan zit het niet mee in het vervolg van de situatie. En dat de bal dan uiteindelijk nog in het doel belandt, moet je daar de keeper dan op afrekenen? Ik weet het niet. Anthony Martial. Komt er het doelpunt aan. Hij mist al oog in oog met de doelman. Ja, maar waarom nou zo hard? Je kunt hem toch veel beter gericht inschieten. Anthony Martial. Snap, hij moet scoren. Ja, goal. En wat zijn ze op dreef vandaag. Je raakt hier gewoon de tel kwijt. Wat een wedstrijd. Wat een dag. Ik heb zin in patat. Ja, zie je, deze moeten we nog maar eens een keer gaan bekijken, hoor. Ja, de verdediging had daar totaal niet op gerekend. Dan alleen op de keeper af, niet aarzelt en de bal heel hard en zuiver in het netje legt. Overtuigend gedaan. We worden getrakteerd op een ongelooflijke hoeveelheid doelpunten vandaag. Hoe ver zullen ze hem laten komen? Balbezit na die sterke tackle. Een schot. De doelman wordt aardig op de proef gesteld. Schiet hij. Een simpele redding van Onana. Een goed uur gespeeld. Nog een half uur te gaan. Weijer. Destiny. Udogi. Nu zouden ze het beste kunnen counteren. Heung-min Son. Wat een geweldige bal. Heel netjes van dichtbij afgerond, maar dat was een koud kunstje. Nee, het voorbereidende werk, daar draaide het allemaal om. Wat een doelpuntenfestijn, zeg. We hebben niks te klagen. Alejandro Garnacho. Heung-min Son. Heung-min Son. Die is voor de doelman. Hier moet een counter mogelijk zijn. Die counter zag er gevaarlijk uit. Maar stand dus. Lo Celso. Giovanni Lo Celso. Hij schudt de tegenstander van zich af. Zijn kans nu uithalen. Ja, daar is hij. Doelpunt. De verdediger totaal het bos ingestuurd. Ja, die actie was gewoon perfect uitgevoerd. Ja, en dan kun je hem van dichtbij gewoon afmaken. En dat is voor deze speler uiteraard geen enkele moeite. We worden getrakteerd op een ongelooflijke hoeveelheid doelpunten vandaag.
Hij pakt die bal op eigen speelhelft. Er zijn nog 20 minuten speeltijd over. De laatste fase. Anthony. En dan Anthony. De tegenstander weet die voorzet te onderschatten. Hij heeft nu wat tijd. Ze kunnen de bal gaan ingooien. Martinez. Kijk, Manchester United benut de ruimte. En rukt nu op over de vleugel. Sofyan Amrabat. Ja, je kunt het in theorie proberen van deze afstand. Nou, nee. Ja, het scheelt helemaal niet zoveel. Ja, maar we zien het wel graag. Zo'n hard afstandsschot. De wisselspeler komt het veld in. Minson, dit moet een doelpunt worden. Bal goed tegengehouden door Onana. Daar de ruimte voor Anthony. Dit kan iets worden. Goed geblokt dat schot. Hij staat weer op de goede plek en blokkeert dat schot. Befloten, ja, buitenspel. Richarlison. Skip. Richarlison aan de bal. Lekker die bal in de ruimte gespeeld. Goede kans. Katachtig die doelman. Mooi gered. Hoekschop gegeven door de scheidsrechter. Manchester United moet erop op de bank. Voor het doel. Wat een heerlijke volley. Maar het aluminium zit in de weg. Wel heerlijk om te pantoffel genomen worden. Domine. Alejandro Garnacho. En dan Anthony. Voorgegeven naar Martial. Ah, we zijn de bal weer kwijt. De scheidsrechter dacht aan voordeel, maar fluit toch voor de overtreding. Er gaat nu gewisseld worden bij Tottenham Hotspur. Manchester United houdt de bal in de ploeg. Voordeel, regel geld hier. Ze krijgen misschien een herkansing hier. Voorzet weggewerkt. McTominay. Skip. Daar is Son. Ik zie hier ook voor een counter. Misschien zijn ze ook. Anthony Martial. Maar daar komt die doelman goed weg, zeg. Hij zag ze razend zelf zich afkomen. Net een beetje geluk ontbrak in de afwerking.
speelt de bal. Die stopt de bal achter slot en grendel. Son. Doorgebroken met de bal. Nee, hij scoort niet. Wat een actie van André Onana. Sancho. Sterke actie. Houdt de bal vast. Kulusevski. Legt de bal terug. Goed gekeerd door de keeper. Kans hier. Nee, net niet. Hij raakt het toch wel mooi hoor. Ja, zeker ziet. Met gevoel geschoten. Maar ja, dan belandt hij uiteindelijk toch niet tussen de palen. Anthony. Vrije trap van Manchester United. De scheidsrechter waarschuwt die speler nog één keer. Die kan maar beter op zijn tellen passen. Ja, nog één overtreding en dan heeft hij gegarandeerd een kaart. Die voorzet kan eenvoudig worden verdedigd. No problem. Son. Voordeel voor de Spurs. En de aanval mag worden voortgezet. En dan nu een mogelijkheid tot een snelle uitbraak. Goed gered hoor, door de keeper. Ja, het is voorbij dit duel. Manchester United pakt 3 punten. Wat was dit? Het leek soms wel een trainingspartijtje. Na deze zege hebben ze dubbel en dwars verdiend. Ze speelden ronduit uitstekend.